Boeren heeft heel veel vrijwilligersorganisaties en een groot aantal daarvan werkt samen op gebied van zorg en maatschappelijk werk. Die koepelorganisatie van die organisaties heeft aan de bel getrokken, want er zijn eigenlijk mensen tekort, de zorgvraag wordt steeds ingewikkelder en het kost meer geld dan voorzien. Praat er in de studio over met wethouder Mariette Pennaerts. Mevrouw Pennaerts, vrijwilligersorganisaties in Woerden, heel actief. We spraken er net al even over voor, u zei het is eigenlijk best wel bijzonder zoals dat in Woerden gaat. Waarom? Het is heel veel inzet wordt gedaan door vrijwilligers in Woerden voor allerlei soorten vragen die er zijn. Hè. Of het nou gaat om budgetcoaching of het wegwerken van schulden, maar ook op andere manieren eenzaamheid, bestrijding. Allerlei zaken zijn vrijwilligers voor beschikbaar. Dat zijn er heel veel, dat is echt opvallend. En Woerden leunt daar ook zwaar op, hè. Dus in het sociaal domein, dus Woerdenwijzer, hè, waar wij de mensen dan natuurlijk ontvangen en ook doorverwijzen. We wijzen ook veel mensen door naar organisaties waar vrijwilligers actief zijn. We zouden er niet zonder kunnen, maar het is echt een heel groot aanbod in Woerden, heel veel beschikbaarheid. Echt bijzonder. Klinkt al een bepaalde afhankelijkheid in door, hè, in wat u zegt. Dat betekent ook dat als u er afhankelijk van bent, dat u af en toe de portemonnee zult moeten trekken en dit moment... Deze brief die nu gestuurd is, die vraagt daarom. Nou, ze vragen eigenlijk om meerdere zaken. Ze zeggen, we krijgen steeds zwaardere vragen voorgelegd. Het beroep wat op ons gedaan wordt is fort. Dat zien wij natuurlijk zelf ook. De vragen die bij Woerdenwijzer binnenkomen worden ook steeds serieuzer en steeds toch wel problematischer en zwaarder. Dus wat wij doorzetten naar organisaties, je merkt dat daar geldt natuurlijk eigenlijk ook dezelfde beleving. Dat erkennen we. En ze hebben ook moeite, soms, met het vinden van vrijwilligers. Het aanbod in Woerden is fantastisch, maar je moet toch ook maar weer de mensen bereid vinden om ook... dingen te doen. Dus daar hebben ze hun zorgen over. En ze zeggen, we zullen dus ook moeten kijken naar de subsidies die beschikbaar komen. Nou, we hebben voor dit jaar weer de subsidies beschikt, maar we gaan ook met het hele veld in Woerden in gesprek. We moeten een nieuwe maatschappelijke agenda maken. Dat betekent, wat gaat er gebeuren, hè, in Woerden? Wat zijn de dingen die we belangrijk vinden? We willen uitgaan van positieve gezondheid, dus we willen ook er snel bij zijn. Dus veel dingen kunnen doen. Ja, hoe zeg je dat? In het voorliggend veld noemen wij dat, hè, met vrijwilligersorganisaties. Dus niet alles professioneel, maar gewoon dichtbij en snel kunnen oplossen. Dus we moeten daar echt wel dingen mee doen. Dat kan meer geld zijn, dat kan andere accenten zijn, betere samenwerking. We gaan echt met hen in gesprek om te kijken waar de behoefte echt ligt. Vrijwilligerswerk en zorg verlenen, eventueel op maatschappelijk vlak zorg verlenen, zijn dat eigenlijk wel dingen die samengaan? Zou je het verlenen van zorg dan eigenlijk niet gewoon aan professionals moeten overlaten? Het kan in veel gevallen heel goed met organisaties van vrijwilligers. Het zijn ook vaak mensen die wonen in dezelfde stad. Die hebben, kunnen elkaars netwerk benutten. Het kan heel erg helpend zijn om met iemand contact te hebben als je eenzaamheid bijvoorbeeld aan de orde is. Die kan zeggen, nou, ik ken die of die, misschien moeten jullie met elkaar een ontmoeting hebben. Dat is veel pragmatischer en eigenlijk sneller dan wanneer je het allemaal professioneel doet. Maar het is natuurlijk waar dat er ook vragen zijn waar je vrijwilligersorganisatie niet mee wil belasten. Omdat het te zwaar is, omdat het te veel expertise vraagt. En dan moeten we ervoor zorgen dat we naar andere organisaties doorverwijzen. In een informatiebrief van de gemeenteraad schrijft u dat in ieder geval twee organisaties meer geld krijgen. Dat is Pretty Woman en de Spelotheek. Pretty Woman, wat is dat voor een organisatie? Dat is een organisatie die met name meisjes beschermt tegen de hele loverboy problematiek. Hè. De constatering was dat in de coronaperiode veel digitale contacten, dus ook dat hele risico waar mensen, meisjes te ver meegaan in vragen, hè, daar, en daar ook kwetsbaar in zijn en daar ook voor in beschermd moeten worden, weerbaar in moeten worden gemaakt. Nou, dat aanbod hadden we eigenlijk onvoldoende. We vonden dat we dat echt op korte termijn meer beschikbaar moesten hebben. Dus daar hebben we wat meer geld voor uitgetrokken. Maar we hebben eigenlijk gezegd, subsidies die we vertrekken aan de organisaties, dat hebben we ooit afgesproken, dat trekken we nog één jaartje langer door, die afspraken. En dan gaan we met de maatschappelijke agenda in gesprek met alle organisaties. En ook met de gemeenteraad van Woerden. Van, nou, wat vinden we nou belangrijk? Wat zijn de accenten? Waar willen we keuzes maken? En dan zeggen we, willen uitgaan van positieve gezondheid. Dat klinkt natuurlijk wat algemeen, maar dat is eigenlijk van, nou, hoe beter je aan de voorkant bij bent, hè, hoe beter je, hoe eerder je kunt ondersteunen of investeren, hoe sneller mensen geholpen kunnen zijn en hoe minder kosten aan het eind. Het klinkt wel een beetje als dat u de stof kan worden door de subsidies wil halen en dat op enig moment er organisaties zijn die minder of helemaal geen geld meer krijgen. Ja, dat vind ik voorbarig om nu te zeggen. Kijk, je merkt natuurlijk wel, de samenleving ontwikkelt zich. Hè. Wij gaan natuurlijk een aantal dingen merken. Hier in Woerden is de vergrijzing evident. Hè. Veel mensen, oudere mensen, dus vraagt ook weer om andere hulpverleningen. Eenzaamheid zou een punt kunnen zijn. Toename op dementie moet je ook aandacht voor hebben, om maar iets te noemen. De vraag is, hebben wij dat voldoende in ons pakket? En als dat zo is, prima. Hè. Maar als we signalen krijgen uit dat gesprek met de samenleving dat daar behoefte aan is, dan zullen we daarop intensiveren. En dan kan het zijn dat we op andere dingen zeggen, ja, dat doen we wat minder. Maar dat is voorbarig, want we moeten dat gesprek echt nog voeren. En ook de gemeenteraad wil aan kunnen geven in dat proces van, ja, wat vinden wij belangrijk en waar vinden wij dat de accenten moeten liggen.
Wanneer gaat dat gesprek plaatsvinden, dat debat hierover? Dat wordt nu voorbereid en dat gaat zo'n beetje begin van de zomer plaatsvinden. En dan gaat het volgend jaar in? Ja. Okay, dan horen we hoe dat afloopt. Dank u wel. Zeker.